Ik vind die geweldig leuk. Want ja? Strijken is mijn hobby. Niemand het gelooft het, maar het is wel zo. Thuis weet ik niet hoe snel ik de wasmachine klaar moet hebben, want dan kan ik weer strijken. Altijd fluitend naar het werk? Ja, altijd fluitend. En dat plezier is er ook bij de 59-jarige Jan Willem. Al sjouwt hij zich de hele dag het leblazeres. Nee, was je bent wel een beetje aan het hijgen? Ja. Ja. Iedere week het een sportschool, maar desondanks toch een beetje hijgen, ja. Deze kwieke Annemieke is de eigenaar. Toch ook al 46. Zij ziet alleen maar voordelen in het werken met 50-plussers. Omdat ze heel betrokken zijn, heel verzorgend overkomen ook vaak. En ze hebben ook een bepaalde werkervaring. Ze zijn heel erg blij dat ze nog steeds werk hebben. En ze zijn gewoon heel erg zuinig op hun baan. Anneke, bijna 58. Zij schreef geen sollicitatiebrief, maar ging gewoon op dit bedrijf af. Ze is een tijd werkeloos geweest en hier werd ze omarmd. Ik werd meteen eigenlijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En de dag erop was ik aangenomen. Hoe voelde dat? Nou, echt. Ik kon zo gat in de lucht springen. Ja. Ik ben nog nooit ziek geweest. En ik werk hier al 5 jaar, geloof ik. Dit voorlichtingsfilmpje heeft de overheid gemaakt over 50-plussers. Dini vindt het geweldig. Ja, vind ik wel leuk eigenlijk. Ik ben aardig wat in beeld, geloof ik. Je hebt een beetje de hoofdrol. Ja, een beetje wel, ja. Ja, nooit verwacht, maar wel gekregen. Zo zie je maar weer.